De landbouwers en boeren van het district Saramacca willen hun eigen waterschapsbestuur. Dit om het beheer van water in hun landbouwgebieden te kunnen bewerkstelligen. Water is essentieel binnen de agrarische sector. Als boeren zelf het beheer hebben, werkt het beter om de productie te verhogen. Onlangs hebben de boeren dit voorgelegd aan parlementariër Rajendra Debi van de VHP. Ze hebben ook aangegeven waarom ze dit willen. Wat ze daar wel willen is een waterschap. En dat gaat een beetje moeizaam. Waarom moeizaam? Want daar heb je binnen een waterschap een ministerie van RO, ROS, OW en LWV. Die drie ministeries moeten bij elkaar komen om dat ding samen te trekken. Ja. Want waterschap valt formeel onder het ministerie van ROS. Yes. Ja. Dus de boeren willen een waterschap bestuur hebben, maar volgens de wettelijke voorschriften kan dat nog niet. Het gaat een beetje moeizaam. Want kijk, de boeren, de agrarische valt onder LWV. En LVV moet, het ministerie van LVV moet een deel van het infrastructuur onderhouden. Dat gaat wel. Maar als je de verantwoordelijkheid aan de mensen, aan de boeren wil geven, moet je een waterschap hebben. Zodat zij zelf invloed hebben. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt ervoor dat men genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water. Het is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor het waterhuishouden in een bepaald gebied. De meeste waterschappen van ons land bevinden zich in het district Nikeri. Om het voorstel van de boeren over het instellen van waterschappen te implementeren, zal er een samenwerking moeten zijn met de betrokken ministeries. Dat is het makkelijke, want nu wil het op Lapoel is een van de sluizen kapot. En het komt rivierwater naar binnen. Als daar een waterschap ingesteld was, dan zou het makkelijk zijn dat de boeren samen met de andere instantie dat ding zouden oppakken. Maar nu is het ministerie van LVV wel bezig dat op te pakken. En voor duurzaam beheer is het van eminent belang dat er waterschap komt. En wat moet precies gedaan worden zodat deze wens in vervulling komt? Dus er moet een staatsbesluit komen en als dat het is, dan is het al gerealiseerd. Want er is een wet op waterschappen, dat is er. Dus er moet een staatsbesluit komen dat het gebied wordt afgebakend middels een staatsbesluit.